Totum Verklärung is een compositie. Die heeft hij ergens geschreven aan het begin van zijn componistenloopbaan. Hij was ongeveer een jaar of 25. En dan schrijft hij een werk die ja, eigenlijk dezelfde spirituele kenmerken heeft als wat je in de Matthäus-passie ervaart. Het lijden van de mens. En uiteindelijk een vorm van verlossing. En dat in Totum Verklärung gebeurt eigenlijk hetzelfde verhaal. Alleen waar Bach ophoudt, gaat Richard Strauss nog een stapje verder. Hij gaat toch nog even kijken aan de andere kant van het leven nog verder gebeurt. En een van, moet ik eigenlijk nog even vertellen waar het verhaal eigenlijk over gaat. Totum Verklärung is een muziekstuk dat beschrijft het sterven van iemand. Het begin van het stuk bevind je in een soort ruimte waarin iemand bezig is dood te gaan. Of in ieder geval heel erg ziek is. Al snel, na een paar minuten, hoor je in de muziek dat de dood de kamer binnentreedt en de man of vrouw in kwestie die gaat het gevecht aan met de dood. Dat lijkt hij in eerste instantie te winnen. Maar ja, zoals we allemaal weten, de dood wint uiteindelijk altijd. Dus ook deze persoon zal er op een gegeven ogenblik aan moeten geloven. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. En Richard Strauss, natuurlijk met zijn fantastische melodieën, instrumentaties, weet daar natuurlijk een heel gepassioneerd gevecht van te maken. Maar goed, wat ik al zei, uiteindelijk verliest hij de strijd. En Strauss gaat verder met zijn verhaal. Namelijk ook om te laten zien, of liever te zeggen, te laten horen waar het na de dood verder gaat. En daar hebben we natuurlijk allemaal zo onze eigen gedachten over. Maar Richard Strauss doet dat volstrekt op zijn eigen manier. En het is ook een prachtige manier om, laat ik zeggen, de dood en het leven na de dood, om dat muzikaal te beschrijven. En wat zo bijzonder is aan dit verhaal is ook dat Richard Strauss dit schreef toen hij 25 was. Een jonge man vol in het leven, vol ambitie, talentvol, mooie dingen maken en dan iets schrijven over de dood en het leven na de dood. Nou goed, dat is dan gebeurd. Dat heeft hij in een opperste vorm van inspiratie heeft hij dat gedaan. Maar vaak op die leeftijd weet je eigenlijk nog niet eens zo goed wat je hebt gedaan. Althans, dat is mijn ervaring ook, dat je wel eens stukken schrijft en dat je een aantal jaren later pas erachter komt wat de bedoeling is geweest. En dat geldt ook voor dit stuk, want toen Richard Strauss vele jaren, ik denk wel zo'n 60 jaar later, op zijn doodsbed lag, toen zei Strauss tegen zijn schoondochter die hem zijn hand vasthield en zei tegen haar, Alice heette die schoondochter, en we hebben het over 1949 inmiddels. Het stuk was al geschreven in 1889. En hij zei tegen zijn schoondochter, het is grappig Alice, doodgaan is net zoals ik in Tod und Verklärung heb gecomponeerd. Nou ja, eigenlijk heb ik er alles mee gezegd wat ik daarmee wilde zeggen. Thank you.
Thank you.